Wat voor mij vooral treft in de film is te zien dat die moeder haar dochter een thuisgevoel wil geven. En dat je ziet dat het meisje ook thuis begon te voelen bij de nieuwe gezin. Oeh. Je ziet dat dit gezin uiteindelijk zoiets hebben van, ja, maar zij hoort bij ons. Wat gebeurt er nou? Ik ben naar Nederland gekomen tijdens de burgeroorlog in Liberia. In het eerste instantie op Schiphol was er veel eten en ik kwam uit een situatie van hongersnood. Dus, en dat is je eerste beleving. En je wordt geobsedeerd door eten in het eerste instantie. Dat is het eerste gevoel. En dat je veilig bent. Dat je in een nieuwe wereld bent. Dat je de kans hebt om opnieuw te beginnen. Je lijkt wel een prinses. Je lijkt wel een prinses. Nou, ben ik ook een prinses? Hoe zullen we deze noemen? Is dat Kwik, Kwek of Kwak? Wie is dat? Ik heb 3 jaar lang op klompen gelopen. En dat kwam deels, maar goed, vertel ik je mijn nieuwe voorstelling ook. Dat kwam deels omdat ik in Liberia had ik mijn eigen televisieprogramma. Dus toen ik hier kwam, blijkbaar miste ik mijn publiek. Zonder dat ik dat wist. Ja, ik hou van podium. Dus voor mij was het gewoon podium. En iedereen sprak daarna Nederlands met mij. Wat goed is, als je klompen draagt, praat niemand Engels met jou. Iedereen praat dan Nederlands met jou. En iedereen. Alleen ik heb geen aring gegeten. Dat ging mij te ver. Klompen kon ik wel dragen, maar niet aring eten. Hier heb je nog je banaantje. Dat is een Afrikaanse gezegde. Die zegt, het is niet waar je geboren bent, niet waar je vandaan komt. Maar daar waar je goed met je gaat, is je thuis. Dus, nou, thuis voel je waar je liefde voelt. Dus daar is je thuis.